Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Het rijkt vrij veel bewolking over Nederland, maar dat is wel sluierbewolking met name, waardoor de zon hier en daar nog wel eventjes te zien is, met name in de oostelijke helft van het land. In het westen overheerst de bewolking, het is in de ochtend nog wel overwegend droog en 7 tot 9 graden. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar 9 tot 12 graden, de bewolking wordt dikker, op de meeste plaatsen blijft het nog wel droog, maar in het noordwesten zou al een beetje regen kunnen vallen. In de avond breidt de regen zich langzaam over de rest van het land uit en dan is het dus op meer plaatsen wat nattig. De hoeveelheden zijn overigens niet echt heel groot. Vanavond is het ongeveer 7 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Ook morgen is dat het geval met een matige kracht 4 in de kustgebieden en 3 in het binnenland. Er valt een enkele bui, maar er is ook ruimte voor een klein beetje zonneschijn, en het wordt ongeveer 10 graden. Donderdag heeft de zon weinig ruimte, dan regent het geruime tijd. Ook dan is het 10 graden met een stevige zuidelijke wind. Vrijdag en zaterdag keert de zon terug in het weerbeeld. Er valt een enkele bui op vrijdag, iets meer buien op zaterdag. En deze dagen doen we het met een graad of 9. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl